Vandaag in de vlog een house tour door onze villa in Italië met de geheime deur. Een lekker zwembaddagje met een vaas vol cocktails. En een bijzonder potje bingo. Niet doen. Niet naar mij. Zij moet toch weg? Nee, ja, lekker zitten. Dit is goed. Goedemorgen. De ventilator gaat uit en bam, de hitte komt weer terug. Ik ben in Italië, in een heel mooie villa vlak buiten het dorp Corazzano, in de buurt van Florence. Met mijn hele vriendengroep. Vannacht was de eerste nacht en het bed was kort, hard, het was warm. En toen ik eindelijk sliep, toen werd het alweer licht, toen werd ik wakker van het licht. Ik wilde de ramen niet dicht doen vanwege de... Ja, ik hoopte dat er wat wind zou komen. Er was wel een beetje wind vannacht. Het is vannacht wel een klein beetje afgekoeld, gelukkig. Maar nu is het, ja, het is nog niet eens 9 uur en het is, voelt nu alweer zo heet. Dus ik dacht, wat is een betere manier om gelijk even af te koelen dan lekker in het zwembad duiken. Dus dat ga ik eerst maar eens even doen, denk ik. Zwembroek aan en gaan met die banaan. Ja. Last van muggen gehad? Een paar maar. Ik weet nog van die, als je even die flashback gooit, van toen ik zei dat ik echt iets van 48 muggenbulten had. Waar was dat ook weer? Dat was ook in Italië. Ja? Dat was op de berg. Hoeveel muggenbulten heb jij inmiddels? 32. 32. Hebben ze allemaal geteld? Sla je wel eens mug dood? Nee, dat durf ik niet echt. Ik heb er nu 3 of zo. Maar muggen lusten mij niet. Waarom is jouw bloed zo smakelijk? Omdat ik zo klein ben. Nou, ze houden niet van mijn oude mannenbloed. Ja, nu heb ik er denk ik niet superveel, maar hier zo. 1, 2, 8. Maar ben je allergisch voor muggen? Ja. Oh. Dus dat is fijn. Dat is fijn. Ik heb hier nog volgens mij 3. Ja. Zijn heb je ze doodgeslagen? Hoorde je ze niet? Ik hoorde ze niet. Hm. Ik heb hier nog eentje, ik heb hier nog eentje, ik heb hier nog eentje, ik heb hier nog eentje. Dat en deze. Wat ga je doen vandaag? Niks. Mooi, ik ook niet. We gaan even op hondenjacht. Gisteravond zagen we een hond in een hok zitten. En toen keek ik vanmorgen uit mijn raam en toen liep die los. Het is echt een hele lieve, wollige hond. Ik weet niet precies hoe laat het is, maar eigenlijk precies zoals gepland lig ik nu gewoon al uren aan het zwembad, in het zwembad, bij het zwembad, langs het zwembad. En ondertussen is een deel van de groep boodschappen aan het doen. Heel veel boodschappen, want gisteren hebben Bram en Manu ook al heel veel boodschappen gedaan.
We dachten eigenlijk wel, nou is het genoeg voor de halve week. In één avond was alles op, ongeveer. Dus nu hebben ze echt heel veel boodschappen gedaan. 10 mensen is toch echt andere koek dan 6 of 7. Dan komen ze denk ik terug en dan is het misschien wel een leuk moment om even rondleiding te geven door de villa. Fijn dat je mee helpt. Ze hebben ook slippers voor me gekocht. Ik hou nooit zo van slippers, maar de vloer is hier gewoon echt te heet om op te lopen. Heel blij mee. Hallo. Hi. Welkom bij deze house tour van onze fantastische villa. Ja. Ja, het is bijna niet te bevatten hoe groot het is. Heb je nog nooit in zo'n groot huis gezeten? Nee, ik heb nog nooit zo'n groot huis gezien in mijn leven. Ja. Hier wonen misschien ook wel. Zouden mensen kunnen wonen? Er woont hier een hele oude vrouw van adel. Ja. Soms zie je een oud vrouwenarmpje. Als je goed oplet. Een beetje Efteling dan, Efteling Theater. Kom verder, dit is ons poort. Nummer 36. Twee grote hanen op de poort. Ik heb ze nog niet gehoord, gelukkig. Eigenlijk bestaat het uit twee delen. En Doak en ik slapen in het bijgebouw. Ja. Maar nu denk je bijgebouw wat zielig en wat lullig. Is dat de schuur? Is dat een schuur? Kijk maar even, dit is dus al het uitzicht. Ja. Dat is niet normaal. Ik krijg gewoon een beetje hoogtevrees hier. Ja, hè, want kijk. Beneden loopt ook nog van alles. Volgens mij zit hier beneden een wijngaard of zo. Ja, ja, er zijn allemaal deurtjes en kelders en spannende plekjes. Ook nog een soort van kerk hier. Ja, hier is gewoon een hele kapel. Dit is niet van ons, maar nou, we kunnen er dus gebruik van maken mochten we iets op te biechten hebben. S'avonds is het wel een beetje freaky. Geef toe. Ja, we moeten wel samen naar ons bijgebouw lopen. Dat is een... Kijk. Dit is dan onze ingang. Verder. Kijk, hier beneden zijn Bram en ik dus al ja. Een keer geweest. Ja, ik ga het toch een beetje laten zien. Dan snap je de doodzaak. Ja, het is weer nu gewend, denk ik. Echt wat de hel. Anyway. Daar is dus zo'n poort en daar hing een slot aan, een heel dik slot, dat is er ineens vanaf. Daar beneden loopt het nog helemaal. Alsof daar een monster opgesloten zit. Alsof, hoe heet het ook weer, Nigiri van Harry Potter, die slang? Ja. Alsof Nigiri daar zit. Negroni, wat was het ook alweer? Hier woont volgens mij dan de... Mademoiselle. Ja. Oeh, en dit is onze deur. Voeten vegen. En het is eigenlijk een soort appartement op zich. Ja. Kijk, het is ook goed voor de kuitspieren. Oh, dit soort... Ja, geheime deurtjes. En op slot. Hier links hebben we een eigen kitchenette die we niet gebruiken, maar... Ja, een koelkast, een fornuis. Ja, dus hier kan je gewoon te po zitten. Soeplepels. Dit is echt zo oud Italian... Ja. Sophia Loren komt hier ook straks een pizza bakken. Ja, het is echt uit de film. Oh, daar zit nog een deurtje. Echt? Ik moet ook mijn tempo al aanpassen, want ik ben helemaal... Ja, we moeten rustig gaan. Oh, god. Jezus. Hé, maar ga eens met die camera in. Ja, dat gaat dan weer om de hoek. Ja, dit bedoel ik dus de hele tijd. Oh. Zit daar wel dus nog een raampje of iets? Oh, dat gaat weer daar weer naar beneden. Oh my god. Je snapt, onze angsten zijn gegroeid. Ja, maar ik vind het wel heel leuk. Zo'n huis met allemaal van die geheime deurtjes en kamertjes. Heel leuk, totdat het 12 uur s'nachts sluit. Ja. Nou goed, gisteren waren Bram en ik ook. Zeiden we, zullen we deze deur op slot doen? Ja. Of gaan we toch deze deur op slot doen? Uiteindelijk allebei. Hier is onze living. Ja. Hier lag een kleedje, maar dat was levensgevaarlijk. Dat was een zelfmoordkleed. Ja. Als je daar overheen liep, dan... Ja. Oh. Nou. Oh, hier kunnen we nog... Vind die heel gezellig. Die is heel cute. En die vind ik ook leuk. Ja. Zo. Die vind ik ook gezellig. Naast hem zit wel een smaak hoor. Ja, het is allemaal heel mooi. Deze mensen hebben al lang niks meer tegen elkaar te zeggen. Zij hebben zich al helemaal afgedraaid. Ja, en dan... Deze spiegel heeft ze nog gekregen van de moeder van Sneeuwwitje. De heks. Is jouw kamer? Oh, is het de as van de... Van de man. Ah, ja. Bibliotheekje. Ja, dit is mijn kamer. Ik heb ook hier dus een bibliotheek en zo. Ja, gezellig hoor. Kijk, ze hebben ook gezellige gordijntjes. Mag ik jouw badkamer toch ook? Ja, tuurlijk. Ook tevens jouw badkamer. Oh, ook weer heel veel deuren. Ja, het is ook een deurenklucht. Wat ik zelf heel gezellig vind, is deze theaterposters. Oh, wat leuk.
Toen dacht ik, hé, wat een gekke kast, maar kijk eens even naar deze kast. Dit is gewoon mijn walk-in closet. Oh mijn god. Hé? Ik kan er maar in staan. Waar komt deze ruimte vandaan ineens? Ja, gek, en hierboven heb je dus ook nog allemaal... Ja. Ja, hier kan je dus al je hoeden zo. Neerleggen. Hier kun je veel kwijt. Ja. Echt zo'n uit zo'n Amerikaanse film waar dan... Ja. In Amsterdam verhuurden ze dit voor 600 euro. Gezellig, de binnenkant van je deur besteden met een soort cadeaupapier. Maar dat stoeltje. Hier ook nog een spiegel. Nou, wat goed zeg. Goed hè? Kijk, en nou, zoals je ziet, Gerard Reven, naar tot u ligt gewoon naast de Linda hier hoor. Ik ben niet moeilijk. Gaan we naar mijn kamer. Naar jouw kamertje, hoe noem je die ook alweer? De rugbunker? Gisteren heb ik in deze gelapen, misschien ga ik vanavond wel hier slapen. Nee, kijk, wat ik heb zo, gedaan. Dit is een lekkere tocht. Ja, inderdaad zeg. Daarom heb ik hem nu ook opengelaten. Eigenlijk moest het luiken dicht overdag. Kijk, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn bed, mijn trast een stuk naar voren geschoven. En dan heb ik daar zo'n kussen tussen gepropt. Heel goed. En dan is hij lang genoeg. Want hoe lang ben jij? 1,96. Oh ja, meestal moet Bram soms even een stoel aan het einde van het bed neerzetten met een kussen erop. Dat is een hele soort uit, dat is toch niet fijn? En ik heb bijvoorbeeld bedden met een... hekje. Ja. Dus dat is helemaal... Zo mijn benen tussendoor steken. Dan heb je ook nog een eigen toiletruimte. Oh, en wat voor een? Zoals een biechthok. Maar je kan hier niet eens staan. Op zich, het is wel lekker om je eigen wc en je eigen kraantje te hebben. Ja. Goed. Nu komt er even een wandeling. Ik voel me echt Martijn uit... Thailand. Thailand. Say cheese. Jezus, say cheese, ja. Kijk, hier woont dus die vrouw en die zit dan s'avonds op tv aan op volume 120. Ja, die is echt stokdoof. Kijk even. Ja. Hier zouden we morgen wel kunnen ontbijten, want vanmorgen zaten we toch in de zon. Ja. Ja, dus dit is ook weer een ingang, die komt volgens mij... Ja, die komt in die hele mooie White Lotus ruimte uit. Die salon. Maar kijk, als je alleen maar dit zo hebt, dit beeld, is wel geweldig. En dit? Dat lijkt dan ook weer naar een of ander. Ja, en wat ook dus wel spannend is, vind ik, dit is gewoon onze begane grond. Ja. Dit is de slaapkamers, maar er zit dus nog een hele verdieping op. Daar mogen wij niet komen, er is geen elektra. Helemaal niks. Maar die is gigantisch. Kijk, ja, hier is het zwembad. Bram zijn flesje openen. Er zijn nog wat andere gasten. Geen idee wie het zijn. Hello. Oh, kijk. Hi. Kijk, net het flesje open. En dat is zo MTV Cribs, dat zo helemaal in scène is gezet. Het is de hele dag zon hier. En dan op een gegeven moment wordt daar het helemaal lekker zonnig. En dan kan je nog helemaal zo lekker daar in de avondzon zitten. En bij die enge trap is de Sansa scène gemaakt bij Game of Thrones. Niet gezien, maar het is een hele enge trap. Kim is huiswerk aan het maken. Hier hebben we... Wekelijkse vergaderingen. Die kunnen we inderdaad. Dus dit gebouw is ook nog allemaal, dat is niet van ons, maar... Ja, nee, dat is allemaal mysterie. Oké, leg maar eens uit. Kijk, hier gaan we naar de binnen. Barbecue. Ja, nu begint het eigenlijk pas. Nu denk je, oh, we zijn er bijna. Nou, mensen hebben nog een slok. Matthias. Oh, deze vriend van Jesse. De keuken. We hebben net boodschap gedaan. Ja, dus staat hier helemaal vol. Voor iets van 500 euro bijna. Dit is de klok. Dit is de kok. Ik ben de kok, COCK. Wat ga je vanavond maken? Het is gnocchi in Toscaans rode wijnsaus. En voor de vega's krijgen ze geen worst. Heel goed. Mooi. Altijd afnemen van de vega's. Ja. Maar de keuken is behoorlijk modern. Dat is wel leuk. Het is niet zoals toen die andere keer in het Italiaanse huis dat alles soort middeleeuws is. Ja. Ze hebben het ooit een keer opgeknapt. Bijvoorbeeld hier ook. Nou, dan hebben we hier dus de twee koekjes. Dan heb je hier dus nog een pantry. En de trap naar niks. En het zat naar niks. Er is weer ergens een plafond dichtgemaakt of een vloer dichtgemaakt. Ja. En er zat zijn koelkasten gevuld. Helemaal. Zou ik maar even, wil je er eentje opentrekken, man? Nou, zien hoe tot de lok toe. Gevuld. Eerst muziekje. Maar we zijn hier ook met z'n 12, hè? Oeh. Nou, de werkkamer. Dat is de werkkamer. Ja, je weet dat dit soort eetkamer is voor de winter. Ja. Echte Rubens aan de muur. Ja. Mocht dus alleen. Het is dan weer zo'n... Dus, er zit ook nog een slotje op. En? Daar word ik weer een beetje nerveus. Maar je kan er wel je winterjas op hangen. Je wacht. Dan kom je hier in de zitkamer, zou je het kunnen noemen. Televisie. Het karaoke set. De pool room. Ja, hier heeft Napoleon nog gepoeld. Ja, het is hier wel lekker cool. Ja. Oh. Nou. Kunnen we nog wat erop hangen. Ja. En waar dit dan weer uitkomt. Oh. Ja, dit bedoel ik. Is dat dus nog gewoon een hele gang om het huis heen? Ja, ik vind dat toch een beetje... Dat willen we toch eigenlijk niet weten? Mio primo inglesi. Je weet wel, maar goed. Oh, dit is weer van een vrouw. Vrouw, inderdaad. Ja, maar dat is toch idioot? Dat zij heeft nog meer ruimte dan wij dat nu hebben. Ja, ik weet het. Het is echt een dol. Dus volgens mij
Is het iemand kamer? Hier slapen Jesse en Matthias. Oh ja. Hier is ook een kamertje. Hier is nog een enge... Is het weer... Oh, hier staat wel een spijkbank. Oh ja. De badkamer van Jesse en Matthias. Keuken. Gaan we hier omhoog. Dan gaat het echt beginnen. Ja. Zo, maar dit is de bibliotheek. Dit is de echte bibliotheek. Ik had een dependans. Maar dit is niet te geloven, toch? Dit zijn gewoon honderden encyclopedieën. Ja. En een soort inktpotten. Nou ja, inderdaad. Hij kijkt ook alsof hij helemaal klaar mee is. Hij kijkt gewoon met zijn ogen omhoog. Ja. Met gewoon een eye roll. Ja, hij volgt ons denk ik ook straks. Dit is de, huh? De tweede zitkamer. Die zie ik voor het eerst. Ja. Is er nog een piano? Is deze ook zo vals? Oh, dit is van Mozart geweest. Ik heb gewoon laten staan. Ja. Oh, deze is gestemd. En dan gaan we nu naar het meesterwerkje. We weten niet waar de lichtknop hier zit. Oh, maar er zit wel een goede kant achter. Doe ons even die luikers even open voor de baan. Zit een luik ook? Is dit een deur? Maar volgens mij is het nog een luik. Is die deur die we net zagen? Nee, kijk. Ja, wel. Ja, het is de deur. De deur met nog allemaal. Oh ja. Nou goed, we hebben licht. Maar dit is toch wel de pièce de résistance. Dit is White Lotus. In het goed Italiaans. Oh. Komt iets aan, stop je. Die ene lamp achter jou. Moet je voorstellen dat je hier gaat zitten zo gezellig met de fam. Misschien kunnen we hier een keer een gezellige Negroni cocktail bar houden. Is dit allemaal... Dit is weer van die vrouw? Dit is weer van mijn vrouw. Okay. Oh, kijk. Oh! Hey! Kijk, nou, dit is dus een beetje in zijn hele potentie. Geweldig, toch? Ja, dit is echt een museum. Kijk, dit ook weer. Ja. Hi! Even dit een beetje fascineren. Alleen al hoe dit gordijn hier zo vast zit met deze... Oh, plastic... Oké. Okay. We kunnen nu rechtdoor. Naar de andere slaapkamers. Kijk, als het goed is, kom hier uit bij die ene pianokamer. Staat die? Oh ja. Kijk, dit is een logisch deurtje. Deze snap ik. Zo. En deze dan? Hier slaapt Marinus en Pim. Oh, is dit er gewoon een kamer? Ja. Die vrouw pensioen is. Zo, dit is een flinke. Flinke unit. En waar gaat weer naar die grote zaal toe? Oh ja. En hier is dan nog een badkamer. Oh ja, zo. Lekker. Klop, klop. Een best moderne douche. Ja. Dit is dan nog een losse wc. Kaartje mag je niet gebruiken. Want het gaat nooit meer uit. Ja, nooit meer. Nooit meer. Klopt dan weer in de... Deze? Iemand kamer? Dit is een over de kamer. Mogen we even binnenkomen? Het is best met een home tour. Dit is een over de kamer. Over de kamer. Hoe vind je ervan? Goed. Het is een beetje laag hier. Ja. Nu komen we op af. Ja. Oh, plafond! Fantastisch, klein kastje, mooie spullen. Hier omhoog, oeh, wat was dat? Oh, dat is een raampje. Dank je. Omhoog is dus waar we niet mogen komen, waar geen elektra is. En... Maar zou het open zijn? Oké. Okay. Ik ga alleen maar slangen. Is het van binnenuit dicht gemaakt? Ja, het is goed zo. Okay. Nou, hier is dus nog een badkamer. Oh, ja. Met nog een douche. Oh, ze hebben het goed voor elkaar hier doodgebouwd. En ja. Hier ben ik het kwijt. Hier, dit is Mika en dit is Manu en Bram. Wacht. Dit is de artsenkamer. Zo. Die hebben daarboven ook nog kunnen ze ook verhuren. Jezus. Uitzicht hier. Wow. Perfect. Kijk nou, dus hier is ook...
Deze lamp ook. Dat is een gigantisch ding. In mijn huis zou dat gewoon echt, dat zou je niet meer heen kunnen. Inderdaad. En hier valt het gewoon een beetje weg. Home tour. We komen in de enorme kamer van Mika. Ik ben naakt. Dik jezelf. Ook een leuk lampje. Zo. Ze hebben wel overal een Fenty. Ja. Die het doet. Ook wel niks. Oh, je hebt het eigenlijk op het zwembad. Ja. En Mika, jij hoorde ons vannacht eens praten, begreep ik. Ja. En dan gaan we hier weer kunnen naar beneden. Oh, oké. Okay. Doeg. Doei. Zo, dit ook. Dan laat je wat, hè? Als je een gaatje hebt bij je trap. Maar volgens mij zijn we rond. Toch? Oh, schoonmaker is er ook. Ja, het is een fles van Prosecco kapot gegeven. Een hele fles? Ja. Oh, we zijn weer. Goed van. Dit zijn onze struggles. Ja, een fles Prosecco. Ik hoop jullie hebben genoten van deze home tour. Ja, het is de langste home tour ooit. Ga ik maar weer het zwembad in. Ga maar weer het zwembad in, wat moet je anders? Ja. Die wilde ooit een staaf uit. Dit is voor Risse, want hij. Oh, ja. Nee. To the cooks and cooperinas hier. Thanks to the cooks. To the cooks. To the cooks. Thank you so much. Yeah. Super Cheers. Bedankt voor het koken. Het ziet er super goed uit. We hebben heerlijk gegeten. Jij staat super lekker gekookt. En ik had geholpen met de salade. Dat is ook goed gelukt. Toen hebben we Belgisch verstoppertje gespeeld. Met al het licht uit. In dit huis. Oh, hoe noem je het dan, Matthias? Ja, in België is het gewoon verstoppertje. Het was heel eng. Bram Vrijzen heeft dik gewonnen. We konden hem nergens vinden. Met enge muziek ook erbij. En dit huis is toch al een soort spookhuis. Nu gaan we bingo spelen, maar dan met gay icons. Bing-gay. Dan heb je bingo, dan roep je bingo. Ja. En dan, als je vals bingo roept, wat moet je dan doen? Een liedje zingen. Oh, krijg je als je bingo? De karaoke-machine. En welke kerkspeler? Roos. Oh, er zijn heel veel, jongen. Oh my fucking god. Is het een slang? Een hele bit springt aan. Ik ga dood. Oh mijn god. Dit ding is zo groot. Nee. Kunnen we spelen? Nee, het is een wandelende tak. Oeh. Oh, hij vliegt ook nog. It has wings. En hij wil naar binnen. Oh ja. Oh nee. It's in the bag. Bram. Niet daarmee. Zo'n oh my god. Om goed te vechten. Hij kan niet zo precies zo naar binnen.
Oh, zal ik hem even... Nee, uit! Ah, het is er zit een andere kever naar. Zou ik dat vliegenmapper pakken? Ja, nee. Zijn makker. Ik denk dat ze hier afkomen. Ik denk dat ze die vliegenmapper niet pakken, vriend. Nee, maar dat gaat dit niet doen. Die beest doet niks. Die beest doet niks. Hij is echt een schat van de beest. Ja, hij is niet achter mij. Niet doen. Niet naar mij. Zij moet toch weg? Nee. Ja, lekker zitten. Dit is mijn schoen. Hij zit in jouw schoen. Hoe goeie verrassing was dat? Niet Bram zijn schoenen! Oh nee, hij zit gewoon heel leuk. Ja, maar jongens, laat gaan. Oké, laat gaan. Basta. Ronde 1. Ik vind dat... De eerste ronde. K.D. Lang. Woe! En we gaan door, we gaan door. Het rad draait. Alles gaan doen. Wanda Sykes. Kijk, is zij voor dat ik ben visueel ingesteld. En de volgende is Andy. Oh ja, gesteld in de zaal. Andy Warhol. Sorry. Boys, ik ben goed bezig, denk ik. Marlene Dietrich. Nou, wat een dag. Wat een leuke dag. Veel meegemaakt. Eigenlijk niks gedaan. Hoor je dat? De bosuil? Mooi geluid. Dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag morgen weer. Morgen. Komt er een speciale gast. Helemaal naar Italië. Maar dat zie je morgen. Kijk maar even. Doei!